Wil je nu dat ik een morele uitspraak hierover doe? Nee. Wat is jouw kijk op die groeiende ongelijkheid in de wereld? Afstand houden! En het was eigenlijk daar absurder dan wij op het toneel. Er is een probleem, vooral op die ziekenhuizen. De remedie is erger dan de kwaal. Er zijn die duivelse dilemma's. Ja, de good crisis. Het is een soort absurd theater. Laten we zeggen, het is een klein beetje uit de klauwen gelopen. We zijn ook iets te dik en ook iets te veel van mij. Welkom, dames en heren, op de allereerste podcast van De Verleiders. Het gaat meteen goed, want Sjors, mijn compaan en mijn partner in crime, is ziek. Dus die kan er helaas niet bij zijn. En wij doen dit omdat wij eigenlijk niet mogen spelen. Maar wij willen toch iets blijven doen wat ook te maken heeft met onze voorstelling, Panden Paniek. Wij gaan de komende weken praten met een aantal gasten over ook deze crisis en over van alles en nog wat. En mijn eerste gast is een zeer geleerde heer, hoogleraar filosofie Nijmegen en Radboud. En ook tevens voormalig denker des vaderlands. Hoe word je dat trouwens? Oh, dat is een... Ik ga je eerst even voorstellen. René ten Bos natuurlijk. Denken des vaderlands, dat word je omdat het een uitvinding is van bepaalde uitgevers en journalisten en dergelijke. Dus je had al zoiets als een fotograaf. Je hoeft er geen examen te doen. Nee, je hoeft er geen examen voor te doen. Ja. Ik kan natuurlijk wel zeggen dat dat het gevolg is van mijn onmetelijke verdiensten, maar dat... Niet. Nee, jongen, het is... Maar het was wel leuk. Het gaat weer over... Ja, want je moest van alles doen natuurlijk. Ja, je leert het land heel goed kennen. Dat is een van de leuke dingen. Je komt in dorpjes als Vilsteren, Wilp en dergelijke meer. Dus mijn woordenschat is enorm door uitgebreid. En een van de redenen waarom jij ook hier zit is omdat jij al eigenlijk heel vroeg dit boek hebt geschreven, De Coronastorm. En eigenlijk vind ik de ondertitel vond ik eigenlijk nog intrigerender. Hoe een virus ons verstand wegvaagde. Het boek is eigenlijk opgezet zoals het filosofisch woordenboek van Voltaire. Dus via een aantal lemma's ga je eigenlijk benader jij dit probleem. Wat mij aansprak is eigenlijk hoe complex je het ook hebt benaderd. Een veelkoppige dimensie, zeg je zelf, van de crisis. Eigenlijk een soort systemische blik eigenlijk op deze hele problematiek, als ik het goed begrepen heb. Maar veel belangrijker, denk ik. Ik heb ook heel vaak ongelooflijk om moeten lachen. Dat is echt heel erg komisch en leuk geschreven. Dat was volgens mij ook bedoeld. Ja, dat was wel bedoeld, ja. Het lachen mag ons niet vergaan, dus nee. Nee, precies. Ja. En dat kom je bij dat soort werken toch ook niet zo veel. Er zijn meestal ongelooflijk droge, veel filosofen, helemaal de stijl is meestal nog wat droogjes, vind ik. Dus dat sprak mij bijzonder aan. Even over het boek. Ik wil er even een beetje kriskras doorheen. Jij zegt in de inleiding, waar je ook een aantal filosofen even laat passeren, die zich allemaal al gebogen hebben over het probleem. Jij zegt, de fundamentele noviteit van de crisis wordt over het hoofd gezien. Kan je nog herinneren dat je het geschreven hebt? Ja, dat kan ik me wel herinneren. Maar wat doe je ermee? Want ik zei al van, ja, je benadert van heel veel verschillende kanten eigenlijk. En dat vind ik ook heel interessant eraan. Nou, ik bedoel er twee dingen mee. Het eerste is, wat ik ermee bedoel, is dat, dat er is zo'n discours gaande dat dit een soort crisis is die van buiten komt. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat het een crisis is die ons allen overvalt. Ja. Dus dat hoorde je bijvoorbeeld wel bij sommige VVD'ers. Die zeiden van, dit is iets van de natuur. En omdat het dus van buiten het eigen systeem komt, als het ware, is het dus iets wat je
Is het gewoon iets waar je niks aan kunt doen? En is het dus ook iets wat draconische maatregelen vestigt? Het overkomt ons. En het heeft niks met onszelf te maken. Het is niet een soort met de manier waarop wij leven. Niet precies, met, het is een soort contingentie. Ja. Dat is dus niet waar. Nee. Als je al die virologen en epidemiologen leest, en ik ben er al een tijdje mee bezig, dan zie je dus dat het wel iets met onze levensstijl te maken heeft. Ja. En niet alleen dat ook, trouwens. Nee, maar goed, het heeft iets te maken met hoe wij economisch georganiseerd zijn. Of hoe wij economisch de politiek in ja, maar met overpopulatie, met globalisering, met die productieketens, met van alles en nog wat. Ja. Dus dit is in zekere zin de eerste ziekte van wat ik dan altijd gewoon het Anthropoceen noem. Ja, precies. En in die zin andere boeken van jou, ja. Ja, dus dat is het tijdperk waarin voor het eerst duidelijk wordt dat in de geschiedenis van de planeet er een soort is die invloed uitoefent op die planeet. Precies. En dat, met alle gevolgen van die natuurlijk. En dat katapulteert nu op de een of andere manier terug. Ja. En dus dat inzien dat het dus een crisis is die niet zomaar extern is of van buiten is of een zuivere contingentie is. Mm-hmm. Dat is iets wat veel politici heel moeilijk vinden te accepteren. Ja. En want dat betekent ook dat je daadwerkelijk fundamenteel iets aan moet doen. Ja, ja, ja. En ik denk ook nog dat het een iets anders is. Maar het eerste punt hangt natuurlijk met het tweede punt samen. En dat kun je dus ook nu heel goed zien. Deze crisis vertelt ons niet alleen maar iets over hoe wij aankijken tegen gezondheid. Mm-hmm. Maar ook hoe wij omgaan met ons eigen waardehuishouding. Ja. En dat is natuurlijk wel een punt dat ik maak. Want zeker achter in het boek, hele mooie conclusies eigenlijk. Of je zegt eigenlijk daarin ook dat het neoliberalisme een soort nihilisme ook eigenlijk heeft. Ja, en waarbij ik dan nihilisme definieer als een soort onverschilligheid ten opzichte van waarden die jij zegt te koesteren. Maar die je eigenlijk zomaar opgeeft. In het licht van een grote belang. Want dat is mij ook zo ongelooflijk opgevallen nu. Hoe makkelijk wij al onze waarden zoals vrijheid, zoals nabijheid, zoals heel veel van dat soort menselijke waarden gewoon meteen overboord hebben gegooid. Nou, we hebben ze niet. Dat is iets te sterk, denk ik. Niet meteen overboord. Ik ben een beetje van de overdrijving. Hè? Dat is ook goed. Maar dat is. Dat mag. Maar, jij bent van de nuance. Ik ben uitermate genuanceerd, als altijd. Dat vond overigens niet iedereen. Dus, maar goed. Maar dat neemt niet weg dat wij zijn bereid om die waarden voor een tijdje tussen haakjes te zetten. Ja. En gewoon te zeggen, oké, doen we even niet. Maar straks, als het weer. En dan kom je weer bij het eerste punt. Ja. Het is een contingentie. Ja. Is de contingentie eenmaal. Maar straks wel. Gemitigeerd en zo. Nee. Hè? Nee, en precies, straks komt niet. Dat is het hele punt. Nee. Deze crisis die blijft. Juist. Ja. De grote vraag die ik heb is namelijk niet: gaat dit weg, dit virus? Ja. Nee, de grote vraag die ik heb is: wat gaan we doen met het volgende virus? Ja, precies. En gaan we nou, want dat is wat die wetenschappers ook zeggen: dit is het virus voor het virus. Ja. En gaan we dan steeds met almas in lockdown? Of gaan we, dat soort zaken? Ja, want in feite is deze lockdown een van de allergrootste experimenten ooit uitgevoerd. Dat hebben we nog nooit gedaan. Hè? Ja, zo kun je er tegenaan kijken. Hè. Het is een soort biopolitiek of medico-politiek experiment. Dat hebben ook tal van filosofen zo geduid. Mm-hmm. En in zekere zin kun je dat ook zeggen. Maar jij zegt van wij moeten in feite leren omgaan met het virus. Hè? Want dit is niet het eerste virus. We moeten daarmee leren omgaan. Maar de vraag die daarom voor ligt, denk ik, is het wel allemaal zo erg? Nu, wat er nu aan de hand is? Nou, het is behoorlijk erg. Mm-hmm. Ik bedoel, het heeft weinig zin om dat te ontkennen. Maar het is niet erg in termen van hoeveelheid door. Dan, precies. He? Dan neem ik even jouw collega. Maar het, jij gaat Ira erbij halen. Ira erbij halen. Ja. Je zegt. Opgejaagd door corona-porno in de media ziet hoogleraar Ira Helsloot bestuurders disproportioneel beleid voeren in de coronacrisis. De maatregelen veroorzaken extreem meer schade dan het virus zelf. Ja, dat is ook wat ik zeg. Ja. En dus wij vinden elkaar hier wel in. De remedie is erger dan de kwaal. Ja. Maar dat neemt niet weg dat er de kwaal ook heel erg is.
Er is een probleem, vooral op die ziekenhuizen. Ja. En dat is een serieus vraagstuk. De overbelasting van de zorg. Die overbelasting van de zorg. Als je gewoon kijkt naar de cijfers omtrent hoeveel mensen nu doorgaan. Mm-hmm. Er zijn nu 7.500 dooien. Mm-hmm. Dat betekent, als ik me niet vergis, dat er ongeveer 1 op de 2400 Nederlanders sterft. Aan Alzheimer gaan 1 op de 1200 mensen door. Ja, precies. En dus in die zin is het niet erg. Nee, is het een kwestie van proportionaliteit? Ja. Maar er is iets aan de hand met die zorg. Ja. Dus alles wordt in één keer gefocust op die ziekenhuizen. Ja. En dat zegt ook meneer Dijkstra, heet hij, geloof ik. Hè? Erik, hoe heet hij nou? Wie? Die man die nou over de zorg altijd woord voert. Die Kuipers. Kuipers, ja. Ja, dit is, ja, die Kuipers. Ziet eruit een beetje als Margarijn, de dood zelf, vind ik. Ja, ik heb hem niet zo. Ik kijk bijna nooit tv, dat is een groot probleem. Ik zal het eens moeten doen. Die, dus, ik schrik me altijd heel de apenzuur als ik die man kijk van de verrek. Dit is Margarijn. Ja, maar ik hoorde hem wel gisteren, of ik las hem gisteren in het FD. Of was het op de radio, terwijl ik in de auto zat, ik weet het niet meer. Maar hoorde ik hem wel zeggen, ik praat alleen maar vanuit het perspectief van de zorg. Mm-hmm. Waarmee hij dus eigenlijk wel duidelijk maakte dat het perspectief is. Precies. Wetten, ziekenhuizen en dat soort zaken. Ja. Maar dat de politiek mogelijkerwijs ook, en dat is natuurlijk het hele punt van IRA... Ja. Dat de politiek misschien ook wat andere beslissingen moet nemen... Ja, of andere belangen moet meenemen. Precies. Dus ja. Dat OMT, daar zit geen econoom in eigenlijk. Hè? Ja. Dat zijn helemaal virologen en epidemiologen. Ja, maar er zit ook een antropoloog in. Oh, zit er ook een antropoloog in? Ja, dat meen ik. Of dat was de kritiek in het begin, dat het zo eenzijdig was samengesteld. Ik vergis me trouwens. OMT, ja, god, het is ook niet zo belangrijk wie erin zit. Dus, Wel als je daar alleen maar het beleid op laat, door laat bepalen op de adviezen van het OMT. Ja, de interessante discussies gaan over de vraag... wie zijn de experts op wie wij varen? Precies. Ja, dat is ook een heel groot onderdeel natuurlijk. Dat is een groot onderdeel. Van het boek. Ja. Dan kunnen we meteen... En die experts zijn het, voor zover ik dat kan nagaan... zijn het niet altijd met elkaar eens. Ook niet. Nee, de epidemiologen. Dat vind ik heel erg leuk. Jij begint elk hoofdstukje met... Nou, één hoofdstukje heet dan deskundigen. Hè? Ja. En dat heeft als ondertitel... Mensen die hun onwetendheid beroepshalve dienen te verdoezelen. Ja. En op een gegeven moment heb je het ook nog over... een incompetentie, compensatiecompetentie. Ja. Ja, dat vind ik een mooi woord. Ja, dat is een goed woord om tekstoefeningen mee te doen. Ja, incompetentie, compensatiecompetentie. Dat is een term van de Duitse filosoof Otto Markart. Ja. Die heeft dat ooit eens een keer geschreven over filosofen. Ja. Want filosofen die wisten ooit iets van het goede leven en dergelijke. En die wisten hoe dat moest. Maar dat is ze allemaal uit handen geslagen. Eerst door de godsdienst die het voor hen in de plaats kwam. En daarna door wetenschappen zoals de psychologie. Mm-hmm. Dus die filosofen zijn totaal incompetent. Ja. En wat doen ze? Moeilijke boeken schrijven om die incompetentie te compenseren. Te compenseren, ja. Ja. Maar goed. En ik vind dat natuurlijk ook een heel mooi woord voor heel veel van die deskundigen vandaag de dag. Ja. Ja. En dat onwetendheid zoveel mogelijk gemaskeerd moet worden. Juist. Dus er komt een enorme lading aan representaties in de vorm van getallen en grafieken en weet ik veel wat. Ja. Ja. Die vaak onduidelijk zijn, waarvan de... Ga ik moeilijk woord gebruiken, de epistemische functie niet helemaal duidelijk is. Ja. Enzovoort. Even voor de mensen die dat niet begrijpen. Ja, wat voor soort kennis representeren die getallen nou? Ja, precies. En dat is epistemisch, het Griekse woord voor kans. Ja, er zit altijd in het getal iets omineus. Ja, precies. Zou je kunnen zeggen. Ja. En zeker als die getallen stijgen. Ja. Net zoals dat nu de getallen weer afnemen. Het aantal besmettingen neemt de laatste 3-4 dagen af. Voelen wij in één keer allemaal een zucht van verlichting. Ja. Zou het ergste achter de rug zijn? Ja. Ja. Terwijl het heel interessant is. Het gaat helemaal niet om mensen die besmet zijn. Nee. Het gaat om de besmettelijkheid van mensen. Besmet zijn is iets anders dan besmettelijk zijn. En ook nog over de mensen die er daadwerkelijk ziek van worden. Ja. En dan uiteindelijk ook... Ja. Aan sterven, daar moet de eerste keer dat ik dat begon te denken, dat staat niet in het boek, Vooruitschrijdend Inzicht, was toen mijn buurvrouw
Ik woon in Nijmegen, ik heb een Spaanse buurvrouw. Die heeft heel ernstig COVID-19 gehad. Die was echt zwaar ziek. Ja. Maar haar man en haar dochter, meerdere keren getest, zijn dochters... Ja. Zijn nooit, daar is nooit een virus aangetoond. Nee. En dan wat je dus ziet is dat mensen die dat virus hebben... en dit is ook wat Christian Drosten, de hoofdviroloog in Duitsland... Ja. zou je kunnen zeggen, ja. ook diverse keren heeft uitgeroepen. Kennelijk is besmet zijn met virus niet hetzelfde als besmettelijk zijn. Nee, precies. En dan ontstaat er iets... Dat het getal K wordt dan ook daarbij genoemd, ja, toch? Ja, clusterbesmettingen. Ja, precies. Ja, dat is een... Nou, dat is een hele discussie, ook binnen die epidemiologie. Hè. Moet je van die K-getallen uitgaan of van die R-getallen, ja. reproductiegetal? Ja. Ga je uit van het tweede, dan denk je alle kleine beetjes helpen. Iedere besmetting is er één, dus tak, 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 tak. Ja. Van het andere ga je ervan uit dat je vooral moet kijken naar die superspreading events en dergelijke meer. Nou, dat is een discussie. Zoals theater. Ja. Er zijn twee landen, wordt er dan gezegd. Japan en Zweden in het bijzonder. Ja. Die andere benadering kiezen. Ja. En die landen doen het niet echt slechter dan wij. Nee. Integendeel zelfs. Het lijkt wel ook of die maatregelen sowieso heel weinig... Of hoe kijk je daar tegenaan? Helpt het sowieso? De anderhalve meter, de mondkapjes, allemaal dat soort dingen. Nou, die mondkapjes, dat is natuurlijk een soort magische angstbezwering. Ja. Want mondkapjes helpen niet. Nee. Dat weten ze bij het RIVM ook wel. Maar kennelijk mag dat niet meer gezegd worden. Nee. Ik heb daar toch ook... Er mag een heleboel niet meer gezegd worden. Ja, dat weet ik niet. Maar goed, ik vind nog steeds dat je alles mag zeggen. Ja. Hier mag je ook nog alles zeggen. Alleen, absoluut, je wordt dan in sommige media niet echt serieus genomen. Nee. Of weet ik veel. Gedemoniseerd. Maar die mondkapjes, dat is natuurlijk wel heel interessant om te zien hoe dat gaat. Ja. Ik heb daar toch wel allerlei wetenschappelijke literatuur over gelezen. Ja. In het algemeen komt het erop neer dat bij ideaal gebruik van het beste mondkapje, NA95 heet dat geloof ik, als dat optimaal gebruikt wordt, dat we dan een reductie van het aantal besmettingen met 2% krijgen. Mm-hmm. Maar dat gaat over optimaal gebruik. Ja, en dat doe je niet. Tuurlijk niet. Ik frommel dat ding in je zakken. Je doet maar wat. Ik was laatst met mijn dochter boodschappen aan het doen. En ik moest een winkel in. En daar was een toko. En dan moest daar was mondkapje verplicht. En ik had er geen één bij mij. En toen zei mijn dochter, die had er wel één om ook. Die zei, jippa, doe je deze even om. Ja. Ja. Dat is niet goed. En ik denk ook dat. Sindsdien heb ik een prikkel in een neer. Ja, je had toch laatst dat je het ook over mondkapjes acne, dat was... Ja, dat hoorde een fenomeen. Dat hoorde ik op de radio, dat er wat dermatologische onrust is over die mondkapjes. Ja. Omdat ze vooral bij jonge mensen acnevorming rondom de mond. En dus heb je tegenwoordig macne en dat soort dingen. Ja. Macne, dat is echt een woord. Gebruikelijk. Ja. Maar dat is wel belangrijk, toch? Ja, ja. Want dat zijn voor mij die dingen die ik nog steeds heel komisch vind eraan. Ja, ja. En er zijn zoveel... Het is een soort absurd theater. Ik bedoel, ik ben afgelopen weekend... Je weet dat ik veel op Schiermonnikoog zit. Ja, ja. En afgelopen weekend er staat overal 1,5 meter afstand. En dan gaan al die mensen de boot op. Maar die worden dan door een poortje gepest... waar het onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Ja. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel iets... Er zit iets... Dat is totaal absurd. Ik vergelijk het daar ook al een beetje met Beckett en zo. Ja. Dat hebben we... Ja, zeker. Dat hebben wij trouwens aan de lijve ondervonden, ook in het theater... toen wij nog de voorstelling Pandemiek ook speelden. Dat was... dit is heel onprofessioneel, hè, dit. Ja, dat is gewoon telefoon aan. De podcastkijkers gaan je dit vergeven. Ja. Nee, die theaters die hebben natuurlijk ook een protocol om mensen binnen te laten komen. En het was met sommige theaters soms dat ze gewoon echt individueel naar die plek werden begeleid. Ja. Sommige mensen zaten er al een uur voordat de voorstelling moest beginnen. Ja. En dan hadden wij een voorstelling over een lockdown. Maar dan keken we naar de zaal en dan zie je allemaal plukjes mensen zitten. En het was eigenlijk daar... absurder dan wij op het toneel brachten. Ja, dat is dus een van die hele frappante dingen. Er gebeuren hele rare
theatrale dingen. Je denkt gewoon altijd... dus je hebt die beroemde Engelse spreekwoord... Truth is stranger than fiction. Ja, absoluut. Dat is ook op dit moment volop aan de hand. Helemaal, helemaal. Maar je had het net over die maatregelen... en je vroeg mij hoe ik daar tegenaan kijk. Ja. Kijk, het interessante is dat die maatregelen eigenlijk immuun zijn... ten opzichte van kritiek. Ja. Als het niet werkt, wil je ze aanscherpen. Dan krijg je dat verbodsactivisme. Ja. Werkt het wel, ligt het ook aan de maatregelen. Ja, precies. Dus eigenlijk kun je niets, geen scenario's bedenken waaruit zal blijken... dat die maatregelen... Ja, dat is een van de rare paradoxen rondom die maatregelen. Ja. Het is heel moeilijk om te bewijzen dat ze werkzaam zijn... maar het is even moeilijk om te bewijzen dat ze niet werkzaam zijn. Nee. Klopt. En dat is voor mij interessant. En dat bepleit ik ook in dat boek. Dat een echte wetenschappelijke houding ten opzichte van alles wat er gebeurt... gewoon een sceptische houding is. Op de achtergrond zit natuurlijk ook wel een zorg. En dat is ook iets wat filosofen, maar ook medische historici... Roy Porter, Thomas Snowden, noem maar op. Allemaal mensen die daarover schrijven. Altijd maar weer duidelijk maken... Er is geen goede epidemie. Of overheden maken gebruik van om zoveel mogelijk... Never waste a good crisis. Het volk aan een juk te onderwerpen. Ja. En dat is iets anders dan complotdenken. Ja. Want daar ben ik niet zo van. Nee. Maar dat is wel wijzen op het opportunisme van de politiek. Ja, ja, ja. Ja, wat dat betreft is het ook natuurlijk... je hebt het ook over de epidemiologie, heb je een hoofdstuk. Hè? Dat zeg jij, vond ik al mooi, dat wist ik niet. Het Grieks van datgene wat over het volk heen hangt. Daar zit demos in, hè? Ja. En je zegt eigenlijk, ja, die epidemioloog, zijn core business is waarschuwen. Dus als je daar je beleid door laat bepalen, dan krijg je dit. Ja, ze moeten waarschuwen en signaleren. Het is in hoge mate een statistische wetenschap. Daarom heb je ook heel veel epidemiologen die niet alleen epidemiologie doen... maar bijvoorbeeld ook virologie en soms ook in de klinische geneeskunde. En ze combineren het heel vaak. Maar de taak van die epidemiologie is waarschuwen en laten zien... hoe complex de oorzaken van deze epidemieën zijn. Ja. En laten we helder zijn, dit is een heel interessante wetenschap... En die met heel veel stemmen spreekt, dat kun je dat zie je ook in het OMT al, hè, toch? Ja, daar schijnt wel wat oneenigheid te zijn in hoe je dit aanpakt. Maar ik heb natuurlijk van de weeromstuit, na aanleiding van deze crisis... waanzinnig veel van die boeken over die epidemiologie gelezen. En wat mij heel erg opvalt, is met de veelstemmigheid van die wetenschap. Ja. En dat kom je in het politieke discours veel minder tegen. Nee, dat is maar één geluid wat ik daar hoor. Ja, eigenlijk. Hoe komt dat dan? Kijk, Rutte zei natuurlijk in het begin van... voor mij is de wetenschap heilig. Daar ga ik blind op varen. Maar dat doet hij helemaal niet. Omdat hij zich juist ontzettend laat beïnvloeden door allerlei... sentimenten. Ja, dat weet ik ook niet of dat zo is. Dat wil ik je even voorleggen. Want jij zegt eigenlijk... empathie is een slechte leidraad bij het nemen van beslissingen. Daar heb je het over. Dat vond ik eigenlijk interessant. Waar schrijf ik dat dan weer? In dit boek. Ja, oké, maar in welke context? Je haalde Ignaz Derwisch aan. Ignaz de Vis. Ja. De Vis, ja. En die, Derwisch is die niet. Die dansende Derwisch. Zal die wel leuk vinden. Ja. Maar Ignaz die heeft het inderdaad over... dat in de politiek er een soort strijd om empathie gevoerd wordt. Precies, ja. En beslissingen worden heel vaak op basis van empathie genomen. Ja. En hij zegt, je moet niet meer empathie hebben... wat sommige politici zeggen dat het moet gebeuren. Je moet juist minder empathie hebben. Ja. Daarmee sluit hij natuurlijk aan bij bepaalde opvattingen... dat de politiek toch hopelijk ergens... niet alle contact met redelijkheid en rationaliteit kwijt is geraakt.
Nee. Maar goed, in politiek is dat weten we al. Maar je ziet toch ook dat deze sentimenten ook in de media worden... Ja, ongelooflijk worden uitgebuit. Je hebt nu de frontberichten, had je dan op de televisie, werden allemaal... Laatst las ik in de Gelderlander, Tom, dat ook weer zo'n bericht... dat er weer een patiënt dood was gegaan aan COVID-19... en dan stond met zo'n groot bericht van... je staat volkomen machteloos. Ja. En ik moet de eerste geneeskundige nog tegenkomen... die nadat iemand bezweken is, vrolijk naar buiten gaat staan. Zo van, dat hebben we nou eens even goed gedaan. Ja. Het is onbegrijpelijk wat voor soort emoties deze ziekte losmaakt. Ja. En dan in de argumentatie zeggen ze dan ook van... ja, één dode is er één te veel. Ja. Als dat het argument wordt, dan kan je natuurlijk helemaal niks meer. Nou ja, dat is wat Mali... Hoor je? Mijn voorgangs als denker des Vaderlands zegt... deze epidemie verraadt ook een soort onvermogen om met de dood om te gaan. Ja. Ze zit er in een soort stervensles. Ja, wij kunnen moeiteloos de dood accepteren van een hele hoop mensen. Nou, er is nu in Afrika, ook dankzij deze hele crisis... een hongersnood bezig van bijbelse proporties. Daar hoor je helemaal niks over. Ik weet dat er voor hongersnood gewaarschuwd is. Dat die ook daadwerkelijk al ontstaan is, dat wist ik niet. Ja, zeker. Ja. Maar nee, maar dat is Ira Helsloot die laat zien dat de schade hiervan... ook in termen van... hij heeft dan steeds over die levensjaren... Hè, die kwaliteitsvolle levensjaren. Die gaat veel groter worden dan wat er nu gebeurt. Ja. Ik vind dat overigens wel... dat is mijn enige kritiek die ik op hem heb, hoor. Maar ik vind dat wel heel utilitaristisch. Mm-hmm. Dat gereken met die kwalies. Ja. En daar ben ik niet zo van. Nee. Ik heb vier jaar geleden maakten wij een voorstelling over onze gezondheidszorg. En dan heb ik het ook onder andere gehad over die quali. En dat die quali eigenlijk zo'n beetje gezet werd op 80.000 euro per gewonnen levensjaar. Ja, ja. Hij zegt, nou, daar zijn we echt wel zo ongelooflijk overheen gegaan. Ja, hij zegt, elke COVID-dode, dat kan je een prijskaartje aanhangen van 2 miljoen. Poeh. Dat is nogal wat. Ja. Nou ja, ik denk niet aan mensen in verpleeghuizen dat die dat zo zien. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar je moet er misschien wel op zo'n manier naar kijken, natuurlijk. Nee, je kunt er zo naar kijken. Nee, dat kan, want ik probeer natuurlijk constant dat pluralistische perspectief. Ja. Nee, en ik vind het waardevol dat er mensen zijn die er zo naar kijken. Ja. Maar er is ook een hele andere manier om ernaar te kijken. Ja, dat is waar. Ja, ja dus... Nee, wij hadden in die voorstelling zeiden we van... je krijgt, als je 80 jaar bent, krijg je een bonus om eruit te stappen. Een ton, en dan kan je een jaar lang feesten. Dat werd ook niet in dank afgenomen. Ja, je had vroeger een partij die ooit eens meedeed aan de verkiezingen. Ik weet niet of jij dat nog weet. De Partij voor de Liquidatie van Nederland. Nee. Die had gerekend als je de totale solvabiliteit in dit land optelt... krijgt iedere gemiddelde burger 15 miljoen of zo. Dus hef het land gewoon op. Ja. Ik geloof niet dat het heel veel geworden is met deze politieke partij. Maar ik vond het idee goed. Nee. Grappig in ieder geval. Goed. Ik wil het ook even hebben over... het gaat over die waarde eigenlijk, hè, waar je eigenlijk het boek mee afsluit. Van je afvraagt van... hebben wij eigenlijk als enige waarde nog de gezondheid? Zijn wij niet beland in een soort... Hoe noem je dat? Mediocratie? De medicocratie, ja. Ja, ik speel natuurlijk woord... Ja, het zijn allemaal van die woordgrapjes. Ja. Die medicocratie, laat de C weg, dan wordt het een mediocratie. Ja, ja. En af en toe schrijf ik medicocratie met C tussen haakjes. Het is natuurlijk heel middelmatig gedacht als je over je hele waardepatroon alleen maar denkt in termen van gezondheid. En ook een hele enge definitie, hè, van gezondheid. Ja, gezondheid wordt over het algemeen wel heel erg biologisch geformuleerd. Ja. Dus in termen van levensverlenging, het lichaam ook als een soort systeem dat
waarvan ieder dysfunctioneren zo snel mogelijk verholpen moet worden. Ja. Dus je hebt in die medische filosofie enorme discussies over de vraag wat gezondheid eigenlijk is. Ja, de definitie van de WHO, hè, die eigenlijk al wat ruimer is dan alleen die fysieke gezondheid. Hè, heeft er ook over maatschappelijk welzijn en over gewoon sowieso sociaal Ja, dat welzijn. Wordt wat breder gezien. Ja. En dat is... nou ja, die discussies die lopen volop. Kijk, ik vind het heel raar dat wij gezondheid in een soort eng keurslijf plakken. Ja. Je zegt ergens, gezondheid is voor domme mensen. Ja, natuurlijk. Domme mensen zijn meestal gezond. Ja, dat is een grapje van Heinrich Heine. Hè, die de Zuid-Tirolers, of de mensen in Tirol, zo ontzettend gezond vond. Ja. Omdat als je te veel denkt en zo, dan word je depressief en weet ik veel. Mm-hmm. En dan met een soort van politieke incorrectheid die vandaag niet meer geaccepteerd wordt. Dordt Leuk zegt dat die Tirole mensen zo gezond zijn omdat ze zo dom zijn. Dat is allemaal heel mooi. Ja. Moet je eens voorstellen dat je dat van een bepaalde bevolkingsgroep nu zegt. Ja. In die tijd was het gewoon briljante humor. Maar Dat kan niet meer. Dus dat is natuurlijk ook wel heel erg opvallend. Dat je over deze hele crisis ook... daar schrijf ik niet echt expliciet over. Maar over deze hele crisis natuurlijk ook heel erg politiek correct moet redeneren. Nou, in een column van het FD heb je een mooi stuk geschreven over censuur wat dat betreft. Bedoel je dat? Censuur, die wordt niet echt opgelegd, maar... Dat mensen, kijk, die politieke correctheid is die veroorzaakt wel een soort van censuur. Ja. En bepaalde grappen kunnen niet gemaakt worden enzovoorts. Mario Pagliola, een Italiaanse filosoof, heeft daar ooit eens iets heel interessants over geschreven. Die noemt politieke correctheid, een moeilijke term, maar toch de moeite waard, denk ik. Hij spreekt van een soort militia sine malitia. Dat is een omkering van een oude kloosterlijke gedachte... dat jij het kwaad alleen maar kunt bestrijden... door ook af en toe iets kwaads te doen. En dus hoe goed jouw intenties ook zijn... helemaal schone handen hou je nooit bij het bestrijden van een bepaald soort euvel. Pagliola die draait dat een beetje om, politieke correctheid. Zijn mensen die denken dat ze de wereld naar hun hand kunnen zetten... zonder dat ze daarmee überhaupt enig kwaad doen. En dat noemt hij dus militia. Je bent dus super militant. Ja. Sine militia zonder kwaad te willen doen. Ja, 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 ja. En dat zie je dus nu overal ontstaan. Mm-hmm. Die militantheid die maakte ik laatst mee met twee kleine kinderen bij mij in de straat in Nijmegen. Mm-hmm. Die daar een beetje zaten te spelen en ik loop daar voorbij. Ik ging er nog met een klein boogje omheen. Hè? Dus ik waagde mijn leven aan die drukke straat, heb je ook in Nijmegen. Ja. Maar ze vonden dat ik te dichtbij kwam. En zeiden onmiddellijk, 7 jaar oud of zo, van afstand houden. Ongelooflijk. Ja, dat is echt... Gewoon een klap om je oren kan je krijgen, toch? Ja, dat is wel het eerste wat ik dacht. Ja, tuurlijk. Ja, ja maar dat doe ik niet. Ik was te verbouwereerd. Nee, maar ik kan je wel vertellen dat ik het voor het eerst mij echt soms helemaal niet meer thuis voel in dit land. Juist om dit... soort dingen. Pareer ik toch met een vraag. Naar welk land zou je wel willen? Dat wordt steeds ingewikkelder. Nou, Zweden dan maar. Zweden, dat zou kunnen. Maar dat heeft weer andere nadelen. Ja, een van onze kinderen heeft een tijd in Zweden gewoond. Ja. Dus, maar goed. Kennelijk, ergens denk je dat de hele internationale politiek in een soort tunnelvisie terecht is gekomen. En je hoort er natuurlijk ook steeds meer kritiek op. Ik bedoel, ik ben niet de enige. Laten we het net al zien. Zeker. En ik ben heel benieuwd naar de parlementaire enquêtecommissies... die over 5 of 10 jaar ik ook. Zullen komen. Ja.
En ik denk dat er... Er is misschien wel wat aanleiding om te veronderstellen dat we er dan op terugkijken alsof het echt een grote hysterie was. Collectieve waanzin. Ja. Maar goed, ik weet het niet helemaal zeker. Kijk, nee. Het punt is natuurlijk dat die zieken... Ik heb mensen in ziekenhuizen genoeg. Ik werk veel met voor clubs als Academie van Medisch Specialisten en zo. En ik heb ook wel veel contact met de Radboud UMC. Ik ken ook wel mensen elders. En daar is een soort beleid gevoerd... waarvan nu blijkt dat helemaal niet met piekbelastingen om kan gaan. Nee, dat is precies het punt waar ik eigenlijk naartoe wilde. Ja. Dat is dat ook wel een heel belangrijk hoofdstuk in je boek. Dat just-in-time management. Ja. Ik denk dat je daaraan daar verwijs ik naar. Ja. Dat die efficiëntiedwang die wij met z'n allen hebben. Ja, het is een soort gedachte dat productiebedrijven een model zijn van efficiëntie. Mm-hmm. En dat zorginstellingen dat bijvoorbeeld over zou moeten nemen. Ja. En waarbij men heel makkelijk vergeet dat zorg per definitie nooit een product is, maar gewoon een dienst. Nee. Het verschil tussen product en dienst is natuurlijk dat een dienst, daar valt productie en consumptie samen. Ja. En bij een product is dat heel anders, want daar wordt er eerst geproduceerd en pas later geconsumeerd. Ja. En op het moment dat je een interactie hebt tussen productie en dienst, op dat moment heb je veel minder controle erop, is het veel minder efficiënt te maken en dergelijke meer. En moeten we dat ook niet willen, ja. Toch? Nou ja, goed, daar is een hele discussie over. Ja. Ik ben er heel erg op tegen. Als je de dienstensector, niet alleen de gezondheidszorg... maar ook het onderwijswereld, als je die... Justitie, kijk daarnaar. Ja, dus als je dat ziet als producten. Ja. En daar ben ik altijd ik ageer daar al heel lang tegen. Ja. Maar men blijft dat gewoon doen. Ja. En wat ik zo teleurstellend vind... De afgelopen 15 jaar is daar het hele beleid op... Dat is al veel langer. Ja. Ik bedoel, op een gegeven moment kwam die haat tegen voorraad... Ja. Die bekend werd ook als elimination of waste. Mm-hmm. Dit is een soort logistiek die je in Japanse autobedrijven zag. Ja. Hè? En Kaizen management, noem maar op, Kanban... Zo werd het allemaal genoemd. Ik heb ooit een proefschrift over dit soort zaken geschreven. Ja. Lean management wordt vaak lean genoemd. Lean, ja. Arjen van Witteloor, steunde econoom, noemde dat eind vorige eeuw nog de anorexia-economie. Ja, precies. Ja. En waarin alles zo dun mogelijk moet worden gemaakt. Ja. En dat discours is kennelijk volkomen doorgegaan. De essentie is natuurlijk dat het in logistiek maakt men onderscheid tussen push- en pull-systemen. Ja. Ja. En poolsystemen wil zeggen van als er een vraag is, dan pas ga je wat doen. Juist, ja. En dus maar dan dat, trek je het naar dat, je toe. Dat zeg je ook in dit boek, dat ergens anders gaan ze dat altijd voelen natuurlijk. Daar gaan ze, want die Japanse auto-industrie, die was weliswaar heel efficiënt. Maar de nationale industrie van Japan, mm-hmm. die ging helemaal naar de galamiezen, omdat die voorraden moesten aanleggen de efficiëntie van die... Dus ergens in die hele logistieke keten krijg je inefficiënties. Ja. Dat blijkt nu heel erg het geval te zijn. Ja. Wij moeten kijken naar onze oosterburen. Die doen dat anders. Ja, dus maar niet de oosterburen, maar die vlak over de grens. Duitsland doen. Ja, die hebben veel meer beddenvoorraad. Ja. Maar dat is natuurlijk niet de enige oplossing, hè? Nee. Maar ik denk dat heel veel van die problemen in ziekenhuizen... te maken hebben met echt een verkeerde cursus die gemaakt worden en die gebaseerd zijn. Dat kom je in ziekenhuizen heel vaak tegen. Ik heb ook heel veel conferenties daarover meegemaakt. Die gedachte dat het bedrijfsleven een toonbeeld van efficiëntie is. Ja. Maar de efficiëntie van het bedrijfsleven bestaat alleen maar bij gratie. En nu ga ik iets marxistisch zeggen. Ja. Van het feit dat zij haar kosten heel goed kan externaliseren. Mm-hmm. Naar iets wat buiten dat bedrijf ligt. Ja. Overheidsorganisaties hebben niet een buiten dit bedrijf. Nee, precies. Ik kan mensen bijvoorbeeld ontslaan. Ja. En dan komen ze bij een ander deel van de overheid terecht. Ja. En
Maar die gedachte, dat efficiëntie is niks anders dan het externaliseren van kosten. Juist. En dat is een groot probleem geweest. En dat gedachtegoed, dat is volgens mij zo'n beetje ook begonnen bij Thatcher en zo. Dat kun je wel echt zeggen. There's no such thing as society. Ja, je kreeg allemaal van die managementgoeroes die dat gedachte verkondigen. Hoe heet ze allemaal? Michael Hemmer. Champy, weet ik veel wat. Die hadden dan ook allemaal studie gemaakt. Hè? Arthur Deming van kwaliteitssystemen en dergelijke. En dat kwam echt in de jaren 80 met dat hele neoconservatisme kwam dat op. En nu noemt men dat dan neoliberalisme, markt, weinig overheid en dergelijke. En vooral alles zo bedrijfsmatig mogelijk inrichten. Ja. En het heeft zeker voordelen, want als alles gewoon goed loopt, dan is dat inderdaad prima. En ze zeggen natuurlijk altijd, het argument is altijd, ja, maar we moeten de gezondheidszorg die loopt de spuigaten uit de kosten. Dat moeten we juist efficiënt inrichten. Ik zeg niet dat het alleen maar onbegrijpelijk is, maar het is een. Laten we zeggen, het is een klein beetje uit de klauwen gelopen. Ja. En dat wordt dus zichtbaar op het moment dat je een piekbelasting hebt. Ja. Ja. En dat, met idioten is dat die piekbelasting is er natuurlijk ook wel geweest in 18 met de griepepidemie en daarvoor ook in 16. Ja. Daar hebben we helemaal niks over gehoord. Ja, ik heb wel trouwens die Gommers nog gehoord, heb ik opgezocht. Die zag dat probleem al, maar alleen dat kwam op pagina 4 terecht. En nu staat het allemaal. Ja, omdat in 2018, toen er ook een hele intensieve epidemie was. Of intense epidemie. Ja. Er is toen ook een brief wel geschreven vanuit de ziekenhuizen naar het kabinet, waarin gewaarschuwd wordt voor dit soort dingen. En daar heeft men weinig mee gedaan. En dat heeft gaat natuurlijk er nu iets mee gebeuren, denk je, met dit principe? Of? Ja, god, dat weet ik niet. Nee. Natuurlijk zijn er heel veel vragen die gesteld worden. En een van die vragen gaat dus ook over dit soort manageriële maatregelen. Maar ik heb geen idee. Dat dingen tegen lage kosten kunnen is toch ook wel iets wat niet geheel en al zonder belang is. Ja. Maar je betaalt daar, dat is mijn hele punt, een prijs voor. Ja. Dat zijn die duivelse dilemma's. Hè? Rutte erover heeft. Maar goed, ik heb hem nou een paar keer een klein beetje verdedigd. Maar, nou, niet meer. even knetterhard. Onder zijn bewind is dat neoliberalisme in die ziekenhuizen waanzinnig doorgehakt. Ja. Ik bedoel, ik werd gebeld door mensen van het Radboud UMC die woedend waren over dat Martin van Rijn als PvdA het kabinet kwam helpen met de maatregelen. Ja. Want Van Rijn en Schippers hebben toen met hun tweetjes echt huisgehouden in die ziekenhuizen. Ja. Daar kun je Marlie Huijer ook over vragen, want ik kan me heel goed herinneren. Nee, ik heb daar een voorstelling over gemaakt, dus ik weet niet hoe dit. Ze heeft dat interview toen in Vrij Nederland samen met Edith Schippers gehad. Oh ja? Waarin Edith, twee jaar geleden of zo, waarin zij zegt van, niet Marlie, maar Edith Schippers, dat zij dat er nog veel te weinig markt is in die gezondheidszorg. Ja. Ja. Kijk, onze voorstelling, die, als we die ooit weer mogen spelen, gaat voornamelijk ook over de financiële gevolgen van deze hele pandemie. En dat er heel duidelijk winnaars en verliezers zijn. Ik ga met name ook in over waar die coronasteun nou eigenlijk terechtkomt. En al die maatregelen van de ECB, daar hebben we onderzocht hoe dat nou gaat. En je ziet dat eigenlijk heel veel van die gelden terechtkomen bij hele grote bedrijven, bij multinationals, die daarmee eigenlijk hun eigen aandelen opkopen, zodat die koers omhoog spuit. Zodat ze hun aandeelhouders dividend uit kunnen keren. Met het gevolg een enorme groeiende ongelijkheid. Die was al ongelooflijk, maar ook hier nu. Er was net een bericht dat alle miljardairs de wereld echt ongelooflijk op vooruit zijn gegaan. Het vermogen is verdriedubbeld. Ook in Nederland 9 miljard erbij gekregen.
Hoe kijk jij, het staat niet in het boek eigenlijk, dat behandel jij niet, maar wat is jouw kijk op die groeiende ongelijkheid in de wereld? Nou, een van de leuke dingen van deze epidemie, in het begin althans, was dat men nog dacht dat het een democratisch virus was. Dat het rijk en arm evenzeer raakte. Het discrimineerde niet, zei men. Het discrimineerde niet. Het werd bekend dat in Iran een hoge regeringsambtenaar de ziekte had gekregen. Uiteindelijk kreeg Boris Johnson een ziekte. Ja, iedereen was de sjaak. Ja. Maar nu blijkt toch ook maar weer dat die IC's vol liggen met toch meestal mensen die arm zijn, die alle ziektes... Veel zwarte in Nederland ook wel, veel allochtonen. Ja. En dat het ook allemaal mensen zijn die typisch die ziektes hebben, die horen bij een wat minder gezonde levensstijl. Maar dan kom je eigenlijk op het hele punt van preventie. Maar één ding wordt knetterend duidelijk. Dat is dat deze ziekte de ongelijkheid verder aanwakkert. Ja. Net als overigens alle andere epidemieën in de geschiedenis. Mm-hmm. En dat is in die zin is er helemaal niks nieuws. Nee. Nee. Wil je nu dat ik een morele uitspraak hierover doe? Nee. Dat het heel erg is. Ja, zeg dat maar. Ik ben het er niet mee eens. Ja, kan je ook zeggen. Nee, ik vroeg me af... Kijk, Tom, het is een aanval op maar die analyses zijn gemaakt, onder andere door Helsloot of door Ewald van Engelen. Ja. Namelijk, dit is een directe aanval op de reële economie. Mm-hmm. Waar bijvoorbeeld theater en kunst en zo ook toe hoort. Ja. Maar denk aan de kleine middenstand en weet ik veel wat. Maar die is de dupe nu. Die surreële of hyperreële economie. Ja. Grote technobedrijven. Ja. Die worden door, niet geraakt. Ook de financiële economie, dat is ook... Die analyses worden volop gemaakt. Ja. En dat is ook wel zorgwekkend, moet ik zeggen. Ja. Want je hebt niet de indruk dat iemand... Je komt dat idee weer van dat er iets gebeurt zonder dat iemand het wil. Ja. Weet je, kijk, ergens in 1989, dat kan ik mij zo goed herinneren, en dan ga ik met een pessimistische noot eindigen. Ik weet nog dat heel veel linkse mensen, en daar behoorde ik zelf ook toe, dat die eigenlijk wel leuk vonden dat die muur viel. De muur viel, ja. 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 Jij bent ook van die leeftijd dat je dat nog weet. Mm-hmm. En wij hadden allemaal van die fantasieën dat die mensen daar achter de muur... Dat hij daar, ja, die lazen boeken. Als je een keer naar Praag of Warschau ging, zag je ze in parken schaken. Ja. En weet ik veel wat, hè. Ja. En dat is een spelletje dat ik graag speel. Ja. Ja. Je zou dan wat meer wijsheid in dat domme consumeren krijgen van die westelingen. Ja. Maar wat bleek al heel snel. Die gasten wilden allemaal net zo hard communiceren. Of consumeren. Ja. Ja, absoluut. En dat is natuurlijk een van de verneukeratieve dingen van dat hele liberalisme. Mm-hmm. Namelijk dat het ook heel aantrekkelijk is voor veel mensen. Ja. Ja. Frederick Jameson, die ik ook in het boek nog even citeer, die zegt natuurlijk dat je kunt je nog eerder voorstellen dat de mensheid zal vergaan dan dat het kapitalisme zal vergaan. en dat is natuurlijk een... Het enige wapen is misschien humor, want daar sluit jij ook met het boek eigenlijk ook mee af. Ja, tuurlijk. En jij zegt, ja, humor is een gevoel voor absurditeit hebben. Hè? Ja. Zeg iets leuks. Dan moet ik iets leuks zeggen. Ja. Nou ja, wij merken heel erg dat sommige denkers in de geschiedenis op dit moment volledig gelijk hebben. Mm-hmm. Maar we willen niet dat ze gelijk hebben. Dus Marx heeft altijd al gezegd dat het kapitalisme van crisis naar crisis rolt. Dat is inherent aan kapitalisme. Is dat crisis? Dat is inherent. Ja. Kapitalisme is de crisis. Ja, En dat is ook zo. Maar tegelijkertijd vinden we het ook kennelijk heel moeilijk om het zomaar uit te schakelen. Ja. Maar het is ook niet iets waar je zomaar in één keer uitschakelt met een druk op de knop. Nee.
Daarvoor is iets anders nodig. Nou kan ik wel gaan spreken over wat ze bijvoorbeeld bij het IBES of IPCC, die grote intergovernementele organisaties, allemaal doen met transformative change. En het gaat erom dat hier een knopje zit, daar een knopje zit, daar een knopje zit. En dat je dat allemaal op de een of andere manier in beweging zet. Maar vooralsnog blijft het paradigma, hè, leer leven met de omstandigheden van het antropoceen. Ja, absoluut. Ja. En leer ermee omgaan. En leer ook leven met dat virus. Ja. En dat hoor ik sommige mensen ook wel zeggen. Ja. Het is wel natuurlijk wel totaal gekmakend, misschien ook wel humoristisch, hè, dat wij inderdaad door zo'n heel klein een beestje wat je totaal niet kan zien. En we weten niet eens of het een beestje is. Weet niet eens of het leeft. Nee, we weten niet eens of het leeft. De kop gek laten maken. Ja, ik kwam ooit eens in zo'n microbiologisch boek een mooie uitspraak tegen. Dat virussen zijn eigenlijk differentiële factoren die ongezonde populaties resetten. Oké. Dat is op zich heel goed. Het nadeel is alleen dat ze geen rekening houden met jou en mijn belang. Precies. Ja. Wij zijn ook iets te dik. En, ook iets te veel van mij. Op kleine risicogroep. Ja. Nee, obesitas. Daar ga je ook nog een boek over schrijven, toch? Daar was ik ooit wel van plan, maar ik vind dat te dicht bij mij zit. Oké, goed. Oké, ik dank jou ongelooflijk voor dit fantastische gesprek. Graag gedaan. Dan nog even wat huishoudelijke mededelingen. Wil je weten wanneer onze voorstelling weer gaat draaien? Dat hopen wij natuurlijk van harte. Dan kan dat. Ga naar de website www.de-verleiders.nl. En dan hopelijk tot de volgende keer.